Een woordje uitleg over de top 7 sturing voor de Centauro langszaag. Eerst en vooral heb ik het bedieningspaneel in zijn algemeen, waar ik bovenaan een keuzeschakelaar heb om een zaagbladwissel uit te voeren. Rechts en links daaronder liever heb ik een knop om een laserlijn te activeren die mij een visuele weergave geeft van waar de zaagsnede uiteindelijk zal gaan komen. Ik heb ook 3 verschillende selecties wat zaaghoogte betreft in functie van het te zagen materiaal. Ik heb de startknop voor zaagmotor aan, stopknop uiteraard zaagmotor uit. Bedieningstableau op zich heb ik ook verschillende functies. De eerste functie is absoluut, waarbij ik eigenlijk via een joystick kan gaan bepalen of ik, waar ik het stuk ga positioneren, vooruit of achteruit. En dan zie ik ook gelijk op dit moment ook de laserlijn. Dus dit is eigenlijk om manueel, zonder dat ik echt een specifieke maat heb, te gaan bepalen waar ik een zaagsnede wil hebben. Ik kan ook in het absolute menu direct een maat gaan ingeven, waarbij ik zeg van de achteraanslag moet bijvoorbeeld op 450 mm staan. Ik bevestig dat gevolgd door mijn startcommando. Eens ik het startcommando geef, gaat mijn zaagwagen zich gaan verplaatsen. De verplaatsing is nu vrij kort, van 454,1 naar 450. Op het moment dat ik op play duw, gaat die gaan verschuiven. Het was een heel kleine verschuiving. Ik geef dus een nieuwe waarde in dat je iets meer ziet. 200 mm als absolute waarde, gevolgd door de startcommando. En mijn wagen loopt nu naar 200 mm. Dat is de eerste functie. De tweede functie, incrementaal, is eigenlijk dat ik stroken ga zagen ten opzichte van een basismaat. Hier staat nu een basismaat ingegeven van 445,1. Ik bevestig dat met enter en hij gaat naar die basismaat. Ik kan op dit moment het materiaal schoonzagen. Eens ik het materiaal heb schoongezaagd, geef ik in welke stroken ik wil gaan zagen. Bijvoorbeeld een strook van 50 mm. Ik duw op het startcommando en mijn achteraanslag die komt naar voren, rekening houdende met de dikte van uw zaagsnede, zodanig dat de netto maat wat aan de voorzijde van mijn machine komt te liggen wel degelijk 50 mm is. Binnen dit menu heb ik verschillende mogelijkheden qua stroken die ik wil gaan zagen, die ik ook op voorhand volledig zelf kan gaan programmeren. Dus dat is een functie incrementeel. Dan heb ik nog de functie representatief. Dat wil eigenlijk zeggen dat gaat volledig een automatische cyclus. Opnieuw van een basismaat loopt mijn aanslagwagen daar naartoe. En dan geef ik hier een basismaat in. Het verschil ten opzichte van incrementaal is echter dat deze cyclus nu geheel automatisch verloopt. Als ik nu zeg 50 mm zagen, gevolgd door mijn start, moet mijn zaagwagen wel draaien en mijn zaagmotor moet draaien, opdat die automatische cyclus gaat lopen. Maar in dat geval gaat hij dus eigenlijk een strook van 50 mm gaan afzagen. De zaagwagen gaat terug naar beneden, komt naar achter en automatisch, zonder dat ik het extra commando geef van een nieuwe 50 mm, gaat hij opschuiven. Ja. Laatste functie is eigenlijk het programma. Dit is eigenlijk een vooraf ingestelde lijst, waarbij ik zeg van kijk, ik heb een strook van bijvoorbeeld 200 mm, die mag je eenmaal zagen, gevolgd door 3 stoken van 50 mm. Dan wil ik er 24 van 180, wat op zich in dit geval wel iets veel is. Maar ik kan dus zo een menu gaan opbouwen voor standaard terugkerende programma's.